het Zimmerblomke. Het is weer tijd voor het Zimmerblomke en ja, we binnen in de Westerijn. En wij zijn op zoek naar de mem van Lucia Bethlehem. Ik heb begrepen van de boerman dat zij Boukje heet. En ja, Boukje die had haar ouders kwart achter elkaar verlengd. En dat wie een flinke klap. Er is wel weer wat oorhennen kwam, maar het bloot natuurlijk mogelijk. Dus haar dochter Lucia die dacht, dat verdient het een mooi bosje bloemen. Vandaar dat wij weer een heel mooi bosje meenam hebben van Hildedas Bloemenboutiek uit de Westerijn. En ja, we hopen natuurlijk dat ze thuis is en dat we haar daarmee verrassen kennen. Ik zal je nog bellen. Ik heb al een hoentje blaffen, dus dan hoop ik dat de baas kijk thuis is. Ja, daar wordt hier op een ding. Ah, goeie. Ben je al een Boukje? Ja. Ik heb een heel mooi bosje bloemen voor jou. En dat voor? Nou, ik heb begrepen dat Johanna en Tiertje Linde beide ouders verlenen achter mijn corona. Dat was nogal moeilijk natuurlijk. En ja. Toen werd er iemand en die zei, ja, ze doet het zo goed, dat verdient het een mooi bosje bloemen. Mijn dochter. Helemaal goed, ja, jouw dochter. Dacht ik al. Wat vind je daarvan? Ja, prachtig. Maar die dochter was er volop voor mij. Ja, past het goed op jou? Ja. Nou, ik overhandig hem jou, alsjeblieft. Dank je. En dan moet het maar een mooi plakje krijgen. Hoe is het nou met jou? Nou, het gaat wel goed. Alleen is het met mezelf net zo goed. Net is nog steeds moeilijk. Nou, dat, ja, natuurlijk, dat komt wel naar voren, maar ja, ik begin nou zelf te sukkelen in. Oh, maar de gezondheid. Ja. Ja, dat is wel minder. Ja. Maar je dochter die helpt je wel goed? Ja, ja, die gaat de koerel met mijn handen, dus dat is fantastisch. Wist ik iemand die wolle Zimmerblomke verzinnen? Jou het on uw trog. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Zimmerblomke.